Op 16 juli werd Christel van Berkel Verstegen wereldkampioen veldschieten in Cortina d'Ampezzo in Italië. Daags daarna werd haar een feestelijke rijtour door Boekel aangeboden. We laten het Christel allemaal zelf vertellen. Dat was het WK van het veld- en jachtschieten. Dat werd gehouden in Italië. En je begint dan met een aantal voorrondes. Die voorrondes moet je dus recht geven op een plaats in de finale. En daarvoor moet je bij de hoogste 16 zitten. In die voorrondes was ik vijfde. Dus dat was ruim voldoende om bij die eerste 16 te zitten. En dan mocht ik dus door naar de eliminatieronde, zo noemen ze die dan. En in die eliminatieronde schiet je eigenlijk weer een halve veldronde. En een veldronde, dat wil eigenlijk zeggen dat je in een bos of op een berg, zoals in Italië dus het geval was, staan een aantal doelen uitgezet waarvan je zelf de afstand in moet schatten. En die doelen die kunnen ooit omhoog of omlaag staan. Dus er zijn een aantal extra moeilijkheden bij het schieten. Die halve veldronde in die eliminatieronde moet je dus schieten en dan moet je ervoor zorgen dat je bij de eerste 8 zit. Die gaan dan weer door naar nog zo'nzelfde soort ronde. En daar vallen weer 4 mensen af, zodat er uiteindelijk nog 4 overblijven die op de laatste dag de echte finale schieten. Die 4 die schieten een knock-out systeem. Dus dan schiet nummer 1 tegen nummer 4 en nummer 2 tegen nummer 3. In die finale ronde was ik nummer 4 geworden, dus ik zat er net bij. Maar dat was dus in ieder geval voldoende. Toen moest ik dus tegen nummer 1 in de halve finale. En dan schiet je 4 doelen. Van ieder 3 pijlen en uiteindelijk dus de winnaars van die 2 rondes die schieten tegen elkaar de finale. In die eerste halve finale moest ik tegen de Italiaanse Cristina Ioriatti. Dat is nog steeds de Europees kampioen van het vorige jaar. En na die finale begon ik meteen goed, want ik nam meteen het punt voorsprong. En dat kon ik vast blijven houden, dus uiteindelijk won ik die ronde ook. Met het resultaat dat ik dus uiteindelijk de finale moest schieten. En die moest ik schieten tegen de Duitse Manuela Kaltenmark. Die finale die begon iets minder goed dan de halve finale. Want ik begon daar met 2 punten achterstand. Maar die heb ik gelukkig gedurende die 3 doelen daarna in weten te lopen. Tot het laatste doel stond ik nog 1 punt achter. Dus ik moest het laatste doel nog 1 punt goed zien te maken. En het resulteerde uiteindelijk in mijn laatste pijl waar ik een 5 in moest schieten. Dat is de maximale score op het veld- en jachtblazoen. En gelukkig lukte dat toen. En dat resulteerde dus weer in een shoot-off. En een shoot-off betekent als er een gelijke stand is, dan moet er een extra pijl geschoten worden. En op hetzelfde doel nog een keer. Die hebben we toen geschoten en toen schoot zij een 3 en ik een 4. Dus dat betekende dat ik kampioen was geworden. Wereldkampioen. Ja, precies. Veldschieten in Italië. Ja, maar het was niet je eerste medaille dit jaar. Nee. In maart hebben we in Nederland gewoon het Nederlands kampioenschap indoor gehad. Dat wilde zeggen het binnenschieten. Daar ben ik toen Nederlands kampioen geworden. En na het kampioenschap in Italië hebben we nog 2 Nederlands kampioenschappen gehad op 2 andere onderdelen. Het ene is het FITA-onderdeel. Dat is eigenlijk het Olympische onderdeel. Daar heb ik de medaille weten te halen. En gisteren op het onderdeel veld en jacht, waar ik dus ook wereldkampioen ben geworden, heb ik gisteren ook de medaille van het Nederlands kampioen. 17 september hebben we het over, hè? Ja, klopt. 17 september. Ja. Maar waarom zit je dan nou niet in Sydney? Ja, dat is een vraag die me de laatste dagen en weken heel veel wordt gesteld. Maar dat komt doordat binnen het handboekschieten heb je 2 onderdelen. Het ene onderdeel is Olympisch en het andere onderdeel is niet Olympisch. En na Atlanta ben ik eigenlijk overgestapt van het Olympische onderdeel naar het niet-Olympische onderdeel. En dat is dus het veldschieten wat ik net heb uitgelegd, dat je dus in een bos op die verschillende doelen moet schieten. En de consequentie daarvan is dus dat je niet naar de Olympische Spelen toe kunt. We'll be right back.